Zo, het is de day after na de niersteenverguizing. Wat een hel. Ik had wat gelezen en gehoord en zo. En ja, je hoort tikken en kan een beetje zeurende pijn geven, bla bla bla. Niet fijn, niet fijn. Nee. Het is echt letterlijk en figuurlijk tikken. Op een muur lijkt het wel. Stenen vertikken. Ja, dat geluid hoor je ook. Tik, 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 tik. En dan zetten ze een standje hoger. En standje 3 had ik echt zoiets. Ik zeg, nee, 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 nee. Ik zeg, zet hem maar weer lekker terug. Dat deed echt zeer. Ik heb al zeurende pijn. Dat wel. Ja, ik voel me gewoon blablabla. Of dat ik de griep heb of zo. Maar dat heb ik niet. Het zijn gewoon de naweeën. Dan moet ik over 2 weken terug, 8 mei. En dan eerst even een fotootje maken. En dan terug naar de uroloog. En dan hopen dat het wat gedaan heeft. Anders worden ze operatief verwijderd. Maar goed, ik met mijn grote bek had natuurlijk gezegd van ja, laat ze maar gelijk de andere kant ook doen. Nee. Nee, dat was even te pijnlijk. Dus dat moet ik even met de uroloog overleggen hoe of wat. Dus ik doe lekker rustig aan. Bijna weekend. Yay. Nu gaat de zon pas schijnen. Het is de hele dag al druilerig als shit weer. Dus ja, dat is even de quick update. Ik lig lekker even in mijn bedje. Ik ga er zo uit. De meiden komen zo thuis. Roon is hier op tijd thuis. Dan wel prima zo. Dan gaan we lekker eten. En dan gaan we chillen. En bla 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 bla. Ja. Doei!